Heeft hij zin om te shoppen? Heb jij geld gestolen? Heb je gestolen? Er staat hier een fan en Demna zegt letterlijk tegen hem: je mag pakken wat je wil en ik betaal voor jou. Op schaal 5 van pittig. Willen we zien. Wie is in de house? Is er nog één kind van ons? Zijn die kant? Devon heeft vandaag zijn bril op. Hij draagt natuurlijk al zijn lens. Zelf. Ja, is naar school gegaan. Ja, vandaag voor het eerst keer weer naar school. Maar, heb je veel goed, hè? Staat er erg goed. Iedereen heeft lekker energie erin. Terror. Oké, we hebben wat spullen klaargezet op de tafel. Want vandaag wordt weer een hele bijzondere, leuke, hoop ik, spannende, geen idee, dag. Want we hebben hier op tafel 2 portemonnees liggen. En eigenlijk doen we elk jaar een spaarpot leegmaken, of in dit geval de portemonneetjes. Kijk hoeveel geld ze hebben verzameld het afgelopen jaar. En vervolgens gaan we kijken wat ze met hun spaargeld gaan kopen. Maar natuurlijk is eerst de belangrijke vraag: hoeveel hebben jullie gespaard het afgelopen jaar? Mias, met wie gaan we beginnen? Ja, jij hebt laatst al best wel wat leuke dingetjes geshopt, zoals die ijssalon daar. We hebben de Mias-dag gehad. Ja, nou, jij mag meetellen. Oké, we beginnen met de portemonnee van Eli. Kijk even hoe leuk. Een foto van kleine Eli. Oké. 130 euro heb jij het afgelopen jaar gespaard. Ik heb 50. Oh. 100. Oh. 150. Wow. 340, 350, 360, 370. Wacht even. 370 versus 150. Wacht even, hoe kom aan zo'n groot verschil? Ik heb van verjaardag 100 euro gegeven. Ja? En van hem heb ik 50 euro, want toen ik helemaal geen geld. Ik zei, ja, nee, ik hoef het niet, maar hij heeft het gewoon aan mij gegeven. Heb jij 50 euro gegeven? Ik zei, het hoeft niet. Ik wou het helemaal niet geven. Ja, oh, wacht even. Nee, nee, wacht. Dat was heel jij wou niets geven en jij heeft... Heb jij geld afgeperst van je broer? Niks. Heb jij geld gestolen? Heb jij gestolen? Oké, we zijn erover uit. Wat blijkt? Jij hebt het een keer gegeven toen hij niet zoveel centjes had. Als liefde. Maar nu heb jij opeens superveel geld. En heeft hij best wel wat minder geld. Ja. Ja, je krijgt 50 euro. Kijk, dat is leuk. Oké, dat betekent de tussenstand is nu 200 euro en 320. Oké, wie heeft er zin om te shoppen? Go. Oké, goed vijf. Ja, lekker. Ze kennen het. Met z'n allen, let's go. Veel zo. We zijn aangekomen in het centrum. We hebben tasje 1 met portemonnee. Heel mooi. En we hebben tasje 2, Pikachu, ook met portemonnee. En we hebben een buggy die er even doorheen komt. Oké, jongens, welke winkel gaan we als eerst naartoe? Wat voor soort winkel? Shopwinkel. Oké, veranderen de plannen, want we gaan toch eerst even naar een... speelgoedwinkel. Oké, we hebben een opstopping, want Mias heeft iets heel leuks. Maar Mias, ik ga je even één ding zeggen. Vandaag gaan we niet voor jou shoppen. Je hebt de vorige keer al leuke dingen uitgekomen. Oh, jij mag wel kijken naar de glijbaan. Dan ga ik je broers even zoeken. Want die zijn hier naar achter gelopen. Oké, hij komt ergens. Wat? Okay, wat? Dan. Zo'n ding. Wat is er mee? 20 euro. 20 euro, ja? Een kaartje. 26 euro. En wat vind je daarvan? Ik wil iets kopen. Duur. Ja, kijk, dat is dus ook de reden waarom het dus goed is dat jullie leren om met je geld om te gaan. Waarvoor ga jij eigenlijk zoeken, Eli? Je weet het nog niet. Zeg, de enige die wel weet wat hij wil, volgens mij is Mias. Heb je nu die gezien? Ja, baby Luigi. Je hebt natuurlijk thuis zo'n grote Luigi. Dit is de baby. Ja. Wat heb je? Een kaart. Het is een goed kaart voor de Nintendo eShop. Ze hebben er opeens een mandje bij gepakt. Wacht even. Wat zit er eigenlijk in? Oeh, de kaart van 25 euro. Nog een mandje met ook een Nintendo kaart van 25 euro. Ze gaan op pad. Ze gaan lopen. Tekenbord. Ja. Hoeveel? 18 euro. 18? Ja. Ik heb niet. Ja, jij kan het wel halen, inderdaad, ja. Wat heb jij? Oh, geweldig. Nee, echt prachtig. Wat leuk.
Ik wist, het stond al heel lang op je verlanglijstje. Ja. Hé, hey, kijk wat hier gebeurt. Hij zegt dat niet, man. En hij houdt het vast. Ik ben Boris al, maar wie gaat hier erin leggen? Zie je al wat? Oh, wacht, kijk hoeveel dingen we erin kunnen gooien. Zonder dat hij het door heeft. T-shirt, niks? Nee, niks. Oh, Debra, dit wil jij toch zo graag? Dit is toch leuk? Oké, Mias, ik ga het deal sluiten met jou. Wil jij autootjes hebben? Ja. Oké, je krijgt hem op één voorraden. Dan moet je een kusje geven aan Barbiepop. Kom maar. Er staan hier twee Barbiepop. Je mag kiezen. Welke ga je een kusje geven? Die. Oké, geef maar. Nee, we hebben auto. Nee, hallo. Laat niet doen. Mias. Auto hebben. Oké, als je een kusje geeft, mag je een auto. Deze. Oké, geef maar. Oh. Oh. Nee, nu krijgt hij gewoon. Oké, jij krijgt het. Wacht even, ja. Maar nu een belangrijke vraag. Moet je haar ook meenemen? Wil je haar meenemen naar huis? Nee. Jawel, kom. Hij bent op de hemel. Oh, zijn de prijs 100 euro. Ja. Nu opeens vind je het wel belangrijk dat, hè, dat iets niet te duur mag zijn. Ja, inderdaad, vrouwen zijn duur. Beginnen nog niet aan. Ik zie de mandjes steeds voller en voller worden. Bij Ila zitten al aardig wat dingen in. Ik zie bekeuringen. En dit. Oké. Ik zie een tekenbord, zo magnetisch. We hebben... Oh ja, deze heeft hij ook gevonden. Een leuke broodtrommel. Leuk. Goeie. Ik heb dit. Een koptelefoon omdat mijn oude kapot is. En hier. Oké, de vraag is al een beetje dat het begint steeds voller en meer te worden. Yeah. Jullie kunnen natuurlijk zeggen van... Ja, ik ga stoppen, want ja. Dan kunnen we andere. Wel nog andere winkels? Oké, dan gaan we nu naar de kassa. Eerst Ila's spulletjes, gaan we kijken hoeveel het gaat worden bij elkaar. 62,90. Mag je steeds maar erbij? Oké, Ila, onthoud wel hoeveel je nog overhoudt, hè? En nu die van Debbie. 40,25. Oké, we zijn aangekomen bij de volgende winkel. En zoals jullie kunnen zien is dit een sportwinkel. Want wat wil jij graag gaan shoppen, Debra? Voor kippershandschoenen. Deze vind ik nog echt wel dik, hoor. Oké, ik was even een rondje aan het lopen met Ila. En hij heeft toch wel wat gevonden. Een helm. Ja. Ik vraag, wat moet je met een helm? Gewoon. Oké, Ila, ik zeg het je wel eerlijk. Het staat wel echt super stoer. Maar Ila, waar ga je dit gebruiken? Step. Op de step. Oké, veiligheid altijd bovenaan. Heel goed, Ila. Even test. Voel je dat? Nee. Voel je dit? Nee. Voel je dit? Nee. Op alle hart? Nee. Nee, dat doe ik niet. Nee. Oké, hier, daar is de spiegel. Even kijken. Maar kijk wat je ervan vindt. Oké, maar Ila, volgens mij is die 35 euro. Ga je dat doen of niet? Oeh, zo! Nee. Oké, dat is niet leuk. Ja, dat hebben wij al gedaan. We hebben de test net al gedaan. Debran heeft wat handschoenen gevonden, maar hij twijfelt nog een beetje. Hij heeft er al een paar uitgeprobeerd, maar deze maar zit... Maar nee, jij gaat hard gooien. Nee. We gaan eventjes kijken of hij goed wat ballen tegen kan houden. Oké. Wow, netjes. En hoe voelde dat? In die vingertjes? Ja, oké. Nog een keer. Wow, netjes. Oké, de prijs van deze handschoenen, 27 euro. Hier. Ja. Alsjeblieft. We willen de winkel uitlopen. Ila, wat zeg jij nou net tegen mij? Gelukkig, want Mias gaat niet meer dingen halen. Als hij kan jullie niet meer lastigvallen, want kijk dit. Hij ligt gewoon te slapen. We zijn aangekomen bij de volgende winkels. Ze hebben allebei weer zo'n mega mandje erbij gepakt. Ik ben benieuwd wat er allemaal in gaat. Oké, en van de hele winkel vol speelgoed en alles heeft hij uitgekozen. Wat lekkers. Weet je wat, ik pak dit van allemaal. Ze kunnen niet kiezen, weet je. Eventjes aan de kant. Perfect. Wat heb jij ondertussen? Oeh, hij heeft nog meer ingestopt. Zee. Jullie zijn hier alleen voor het lekkers. Hoe kan het ook anders? Debbie, hoeveel denk jij, Dev? Ik denk iets in de 4,5 euro. Oké, gaan we kijken. 3,50. Oh, 3,45. Oké, we gaan even alles erin doen. Ik ben net gaan voor mijn snoepwinkel. Een eigen snoepwinkel, de mini hamburgertjes. Deze is ook leuk, zo'n kauwgombal misschien. Ja, dat was leuk in jouw kamer. Ik dacht, omdat ik een snoepwinkel Precies, je hebt zoveel lekkere snoepjes in je kamer. Het is inderdaad een halve snoepwinkel, dus die kunnen er ook bij. En Ila had dus deze hoorntjes. Dit is 2 euro samen. Ja? Dat is 1 euro, maar 2 euro.
Ja, deze waren 1 euro en die was 1,20. Ik heb best wel veel over. Ja. Winkel uit, andere winkel in. Feestwinkel. Jongens, gaan we een feestje doen? Ja. Hè? Nummer 1 voor... Wie? De beste voor scheten mij? Later. Oh, nee. Nee. Dus, jongens, nu snap ik waarom jullie hier willen zijn. Hè? Nu, Devrat, ogen dicht, ogen dicht, ogen dicht, ogen dicht. Ik moet een vriendinnetje zoeken. Kleine jongens worden gewoon. Nou, oké, we gaan even verder. Hoor dit liedje, liedje. Shakira, Shakira. Hier moet je dansen met je heupen. Oké, doe dan. Huh? Oh, soepele heupen. Jij bent echt op een vriendin. Hij is, Devrat is echt serieus toe aan een vriendin, hè? Wat wil jij? Je, dit is een oproep aan alle leuke meiden. Ik dacht dat Debra zoekt een vriendin. Ben ik niet voor jou? Hé, maar Esra, hallo. Hij doet gewoon... Moet ik een oproep doen voor jou dan? Oké. Okay. Maar... Hoe oud? Tussen welke leeftijd? Tussen? 8 en 12. Nee, nee, nee. Tussen 8 en 12 jaar. Blond, brunet, maakt niet uit. Nee. Jawel. Oké, okay, meiden. Laat me weten onder de reacties. Oh, Mammoet Star is hier ook. Zoek jij ook een vriendin? Nee. Oh, nee, hij niet. Niemand zoekt een vriendin hier in huis. Allemaal goed. Ze zijn nog te jong. Jij hebt toch een dochter? Het is goed. Kijk, ze rennen. Oh, ze stoppen. Ze rennen die kant op. Ik wil graag heen als we een vriendin hebben. Stop. Hey, wat wil je hebben? Zo. Een groot zak of een kleine zak? Kleine. Oh, oké. Okay. Ik wil even een kleine zakje pakken in plaats van een groot. Hij is goed bezig, hè? Oké. Okay. En wat ga jij pakken? Ik wil voor mijn winkeltje. En weet je wat ik ook wil? Prime. Wat wil je? Prime. Dat is een overhyped drankje van Logan Paul en zo. Ik weet het niet. Oh, deze lekkers. Mias, jij krijgt van mij mijn pinpas en je mag 1 minuut lang gratis gaan winkelen. Ga maar. Prime? Prime. Ja, kijk hier. Logan Paul's hoofd. Prime. Nee, dus hebben hier geen Prime. Ik heb het even gevraagd. Die wil hij niet hebben, hè? Nee, oké. Okay. Koop dit en misschien vind je een vriendin. Hier, koop dit. En krijg je misschien gelukskoekjes. Nee? We gaan eens even kijken wat ze in de mandjes hebben. Ik zie dat Debra al een zakje snoep heeft geschept. Wat ze hele zure en pittige snoepjes wil ik. Debra gaat gek doen. Zure snoep. Oh, deze zijn lekker. Pittige chips. Je hebt er zin in, hè? Grote jongen. En deze. Nog een candy. En een zakje. Zeg bluff, dan haal ik dit. Ja, bluff. Ja, bluff. Okay. Oh, oeps. Oeps, hij zit erin. We willen straks wel je reactie zien, hè? Op schaal 5 van pittig. Willen we zien. Ila staat al bij de kast. Wat heb jij gehaald? Deze. Oké, dit zijn allemaal kauwgom. Wacht even, Ila, wacht 1 seconde. Wat is dat? Kauwgom. World's Longest Bubblegum. Maar wat heb je eraan? Ja, de bankster. Ila heeft wat dingen teruggelegd. Hij houdt het nu hierbij. En eindbedrag is €3,10. Netjes alweer, hè? Ja, het is wel netjes. Dan vroeg me net iets. Oké, zeg maar. Ben je geabonneerd op ons? Ja. Oké, ik ga voor jou betalen, oké? Okay? Pak maar nog wat lekkers. Ga maar pakken. Kies maar. Jij mag een paar dingen pakken, ik krijg van ons. Pak maar voor jou betalen. Wat? Oké, er staat hier de fan en Debra zegt letterlijk tegen hem, je mag pakken wat je wil en ik betaal voor jou. Wacht, één vraag, wacht. Hoe heten wij? Ben je geabonneerd op ons? Ja. Box, dan mag jij voor ons wat halen. Ga maar. Ben jij geabonneerd op ons? Zeker. Oké, okay, Box, dan mag je 1 ding halen wat je wil. Oké, dat bless wel gelijk. Ruim bless. Wat zei je? Is dit een droom? Nee, dat is echt. Maar ik moet zeggen, het is allemaal netjes. Het is allemaal... Ja, ik zeg gewoon, je mag pakken wat je wilt. Pak maar. Oké, nou. Zijn er 5 mee? Nee. Ja. Oké, goed zo. Oké, maar in ieder geval wat Debbie voor zelf ook heeft gehaald. Met... Maar dit is duurder. 12,96 voor jou. Oké, hey, we zijn doorgegaan naar de volgende snoepwinkel, namelijk die van... In zijn slaapkamer heeft mooi zijn lekkernijen uitgestald. Kijk eventjes hoe netjes en mooi. En kijk even wie hier zit te loeren op die snoepjes. Hallo, Mias. Wacht. Een mooie motto. No money, no funny. Wauw, echt prachtige spreuk. Maar we zouden eentje gaan uittesten. Namelijk deze. Oké, we hebben de snoepjes geopend. Ila en Demran hebben er eentje in de mond. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Nee, Debra in je mond. Ja, heel pittig. Oh, gaat het, Ilai? Ilai. Hier is wat. Kom hier. Ilai, hier.
Oh, maar ik moet wel zeggen, hij is er baas. Oké, inmiddels gaat alles gelukkig weer goed met Eli. Het duurde een aantal minuten. Deze was zo bizar pittig volgens mij. In ieder geval, de eindbedragen. Eli heeft uitgegeven €69,35. En Deborah zit op een eindbedrag van €83,65. Ja, ook al zo goed hoor. We zouden gelukkig ook nog wel weer wat geld over. Ik hoop dat jullie het leuk vonden met ons mee te kijken. En dan zeggen wij... Abonneer en tot de volgende keer. Doei! Wat? Nee. Nee. Niet afsluiten? Nee. Doorgaan. Gaan we het toch wel doen. Doei!